Daar zijn we weer. Welkom bij de Asana. En vandaag wil ik behandelen de volgende Asana. Dat is dus halve schouderstand. En ik wil graag de hele schouderstand en de ploeg met jullie doen. En waarom is dat goed? Dat is goed voor de bloedomloop, omdat je benen omhoog liggen, je hoofd op de grond, gaat het bloed omloop de andere kant op. En dan krijg je dus veel zuurstofrijk bloed naar je hoofd. En dat is goed dat je helder kan denken. En het maakt je gedachten rustiger en ook je emoties dus. Dus een hele goede oefening in deze tijd. Ik ga het eerst even uitleggen. Want het praat zo lastig als ik op mijn rug lig en mijn benen in de lucht. We gaan dus liggen op een kussentje met de benen omhoog. En dan kunnen we een ademhaling doen. Dat je visualiseert dat je vanuit je stuitje inademt over je buik, dan onder je nek door over je hoofd, dan in, uit, gaan we die kant op. Dus in, vanuit je stuitje, over je buik, naar beneden, onder je hoofd door en dan uit, over je gezicht heen, dan langs je nek, onderdoor langs je rug, naar je stuitje. Dus in, uit, in, uit, in, uit. Dat kunnen we ook even zo oefenen. Dus als ik zo ga zitten, adem je dus in, achter je nek langs, boven je kruin en dan uit voor je gezicht langs, achter je nek, je rug achterlangs. Dan weer in, uit, in, uit, in, uit. Ik hoop dat wat duidelijk is. Dat als je straks ligt met je benen in de lucht, dan kan je die ademhaling doen. Ik ga hem nu voordoen. Je hebt je kussentje, dan ga je op het puntje zitten en je gaat naar achteren met je rug op de grond. Breng je benen in de lucht en je handen zijn op de grond naast je lichaam. En zo kan je rustig 5 minuten, 10 minuten. Zolang je het voor jou goed voelt, kan je dat volhouden. En dit is weer heerlijk ontspannend. En dan kan je dus die ademhaling doen. Van in, uit, in, uit, in, uit. Je kan ook je benen, dus een kwartslag draaien met je benen tegen de muur. Als je het lastig vindt om je benen zo lang zelf op te houden. Dit is de halve schouderstand. We kunnen ook de hele schouderstand doen. Die is moeilijker vol te houden, dus ik ben benieuwd wie dat kan. Dan ga je omhoog. En je zet je handen onder je heupen. Dit is de hele schouderstand. Ik ben benieuwd hoe lang jullie dat volhouden. Ik niet zo lang. Dan gaan we over naar de ploeg. En de ploeg, dan ga je met je benen
naar achter tot je de grond raakt. Handen omhoog op de grond. Dat is de ploeg. Ook dat is veel lastiger om lang vol te houden. Oké, je mag weer terug. Voeten weer op de grond. En dan draai je op je zij. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende oefening. Bij de ademhalingsoefeningen. Namaste.